Hoi allemaal en welkom bij Koken met Roos. Vandaag heb ik weer een heerlijk budget gerecht voor jullie. En omdat het wat kouder is vandaag, gaan we een heerlijke stevige pasta maken. Het is een pasta met chorizo, zongedroogde tomaatjes en champignons. Vandaag heb ik eigenlijk alle boodschappen bij de Albert Heijn gedaan. Nu zou je denken, dat is niet direct de goedkoopste supermarkt, maar af en toe wel. Want ze hebben daar ook heel veel huismerken die weer heel goedkoop zijn. En volkoren pasta. Dus daar gaan we vandaag mee koken. Wat heb je nodig voor twee personen? 150 gram pasta, 250 gram champignons, dat is één bakje. 150 gram chorizo. Nu heb ik gewoon een chorizo worst gekocht bij de Albert Heijn van het huismerk. En die was 1,95. Dus valt best mee. Die heb je niet helemaal nodig voor twee personen. Dus je kan er nog iets anders mee doen de dag daarna. 125 gram crème fraîche. Dat is één klein bakje. Doe je nou in de lijn, dan kan je crème fraîche light gebruiken. 25 gram parmezaanse kaas. Ik heb ook geen blok, want dat is duurder. Ik heb gewoon een klein zakje gekocht. 2 tenen knoflook, 1 ui en peterselie. Dit is optioneel, maar wel lekker erdoor. Nou, wat heb je zelf nog nodig? Wat heb je in huis? Dat is olie. We hoeven eigenlijk helemaal geen zout en peper toe te voegen, want de chorizo en de zongedroogde tomaatjes zijn best wel zout van smaak. En de chorizo is ook nog pittig. Dus dit is eigenlijk alles wat we hebben. Ik heb hem gisteren thuis gemaakt voor mezelf en hij is echt heerlijk. Dus hij is ook leuk om te maken als je een keer bezoek krijgt. Nou, ik heb de pasta voor twee personen heb ik al gekookt van tevoren. En ik heb eigenlijk alles gesneden. Dus het betekent dat ik een uitje in kleine stukjes heb gesneden. De knoflook heb ik in kleine stukjes gesneden. De chorizo worst in blokjes. Nou, dit is de crème fraîche uit een bakje. De zongedroogde tomaten heb ik gewoon grof in repen gesneden. Het bakje champignons heb ik in plakjes gesneden. En een beetje peterselie heb ik hier en de parmezaanse kaas. Nou, ik heb de wok al aangezet, zodat hij een beetje warm is. En we gaan gewoon beginnen met de pasta te maken, de pasta saus. Dus ik gooi wat olie in de pan. En ik zet hem iets hoger. En dan gaan we eerst even wachten tot de olie wat warmer is. Nou, vind je nou chorizo bijvoorbeeld ook niet zo lekker, dan kan je ook gewoon een salamiworst hiervoor gebruiken. Of een servelaat. Dat is eigenlijk helemaal niet pittig. Daar zitten midden kruiden doorheen. Dus je kan hem aanpassen aan hoe je wil. Maar we gaan beginnen met het uitje aanfruiten. Heb ik al eerder uitgelegd in mijn kookvideo's. Aanfruiten betekent eigenlijk gewoon dat je hem rustig aanbakt en dat je hem zacht laat worden, zodat de ui glazig wordt. En dat zie je dat hij dan gaat zweten. Nou, dat gaat de goede kant op. Ik heb een gewone witte ui gebruikt. Je kan ook een rode ui gebruiken of een shallotje, wat je in huis hebt. Nou, als je denkt hij is wat zachter geworden, dan gooi je de knoflook erbij. Zorg ervoor dat de knoflook eigenlijk nooit aanbrandt, want dan wordt hij bitter van smaak.
Dus zorg ervoor dat je goed roert. En eigenlijk kan dan heel snel de chorizo erbij. Nou, deze gaan we even mee aanbakken. Er komt heel veel smaak van chorizo af. Dus dat zorgt ervoor eigenlijk dat alles wat hierna in de pan wordt gegooid heel veel smaak krijgt. Nou, dan ga ik de champignons erbij gooien. En die champignons laten we echt een paar minuutjes meebakken. Eigenlijk zover dat de champignons vocht hebben afgegeven. Nou, het begint al heerlijk te ruiken en dat komt voornamelijk door de chorizo worst. Ik zet hem iets hoger. Nou, dan zie je al dat de champignons ook iets meer gaan glimmen. Dus dat betekent ook dat ze vocht gaan afgeven. Zo. Nou, dan gaan we de zongedroogde tomaatjes er doorheen doen. Zet het vuur iets zachter. Doe ook de afzuiger even aan. Kijk, en als je denkt alles is goed aangebraden, mag je echt het vuur wat zachter zetten. Zeker wel op een laag vuur. En dan ga je de crème fraîche doorheen gooien. Dan roer je alles goed door elkaar. En dit mag echt een beetje op echt een zacht vuur, anders gaat hij schiften. Op een zacht vuur mag je hem nog een paar minuutjes op laten staan. En een klein beetje van de Parmezaanse kaas gooi je ook door het gerecht. Kijk, nu zie je dat hij al, dat hij er echt heerlijk uit begint te zien. Hij heeft de kleuren aangenomen van de chorizo. En nu laten we hem, als je hem goed hebt doorgeroerd, laat je hem even pruttelen. En wat je eigenlijk dadelijk mag doen,
Dat doen eigenlijk de Italianen ook. Die gooien als ze een pasta saus hebben gemaakt. Als de pasta heeft gekookt, gooien ze hem direct door de pasta. Zodat de saus zich direct hecht aan de pasta. Wij Nederlanders zijn gewend om 2 pannen op tafel te zetten. En dan schep je pasta op en dan de saus. Maar in Italië mengen ze dus direct. En het kan ook allebei hoor. Als je het anders wil, dan als je het apart wil opdienen, kan dat ook. Nou, ik ga het vuur uitzetten. Ik doe de afzuiger uit. En ik ga alles mengen. En zodat jullie het kunnen zien, gooi ik de pasta in de pan. En ik meng het goed door. Zo, nou volgens mij is het klaar. Ik ga een bord voor jullie opmaken, zodat jullie kunnen zien hoe het eruit ziet. Zo, en wat we hier op doen is nog wat Parmezaanse kaas en wat peterselie. Nou, kijk, een heerlijk bord. Pasta met chorizo, gedroogde tomaatjes en champignons. Ik wens jullie smakelijk eten.